als Ajax nu aan de andere kant is met Leuchter. Leuchter, oh schitterend! Romain Leuchter. Een echte kans kan je niet eens noemen. Maar één keer de vrijheid voor Romain Leuchter om die bal goed te leggen en uit te halen. Dan is het zoals zo vaak dit seizoen weer raak. En het is ook echt weer een Romain Leuchter goal. Deze wedstrijd is er ook weer een hoofdrol voor Leuchter met Pelova. Die wordt weggestuurd. Leuchter die kan gewoon doorlopen. Toen hij erop pikt en dan is het 1-0. 20e minuut neemt ze plaats achter een vrije trap. En hoe? Normaal is het spitsen die dit soort ballen voor haar rekening neemt. Maar Leuchter kan het ook. Vanaf 20 meter jaagt ze de bal in de hoek. En die trekt hem terug en Romain Leuchter ziet haar 24e doelpunt van het seizoen er al in. Daar is Romain Leuchter op aangeven van der Velde. En het is 1-0 voor Ajax. Beter met daar weer van der Velde. Leuchter, slim balletje op Pelova. En het is 1-0. Het meegeven goed. Naar de kant van Pelova. En daar is de goal. Romain Leuchter, wie anders? Pelova naar Leuchter. En die maakt dat heel rustig af. Gedaan door Grant. Kijk voor het voorzet. En daar de bal op Romain Leuchter. Zij op de scoren. Zet de topschutter van Ajax. Meestal scoort zij ook de goal. Zo mooi voorzet krijgt, dan doe je dat natuurlijk met Rom. Leuchter, haar hebben we nog niet op het scorebord, maar nu wel. 5-0. Nummer 23 voor Leuchter. Oh, goede voorzet dit en daar is de voorsprong alweer. Voor Ajax, Romain Leuchter. En daar het middelpunt van alle vreugde, Pelova. Want dit is een assist met overleg. Goed, op Leuchter. Moet Leuchter hem klaarleggen. Aanval is uit VSV met Ado. Nadine Noordam zet Ajax hier op voorsprong. Klaarleggen, goed. Hoekstra. En Leuchter, Leuchter doet het! Leuchter doet het zoals ze dat altijd doet. En zelfs in een wedstrijd waarin ze afwezig is en niet goed speelt, scoort ze en zet ze Ajax op voorsprong. Miss Ajax PSV. Geen buitenspel. Deze situatie draait zich schitterend open en maakt alweer haar 15e van dit seizoen. De zoveelste in een wedstrijd tussen deze twee ploegen. Het maakt niet uit welk shirt ze draagt, ze scoort toch wel. En uit het niets Ajax dan virtueel aan kop in de Eredivisie. Romain Leuchter opent de score, breekt de wedstrijd open. Prachtige variant. Ajax. Van de Leuchter. Leuchter, oh wat doet ze dat mooi. Romain Leuchter, geweldig. Het balletje van Ashley Bakker, dat leek heel moeilijk. Leuchter nam de bal aan, het leer bleef in de lucht en dan met een artistieke beweging, een atletische beweging, plaatste de bal in het net. Prachtig doelpunt. Dat is aardig geschoten, losgelaten en dan is daar natuurlijk Romain Leuchter. Ophalen. Schot, losgelaten. Leuchter, aardig weggedraaid. Oh, een goede goal van Romain Leuchter. Er is weinig ruimte tegen Excelsior, maar ze heeft ook weinig ruimte nodig. Draait knap weg tussen twee speels. Er komt er ook nog een derde met een sliding. Puntert ze binnen voor haar twee. Hier is Leuchter met de vrije doortocht. Dat is een fijn balletje van Tromp en Leuchter maakt het dan wel af. Hattrick voor Romain Leuchter. Goede loopactie, goede paas. Maar Piqué namens Excelsior niet afronden. Bakker en Leuchter. En daar is ook nog nummer 8. En de helft. De strafschop ingeschoten gaat worden door Romain Leuchter om de twee handen vol te maken dit seizoen. Nummer 10. Ze schieten toch aardig binnen. Onberispelijk binnengeschoten hoor.
Leuchter is goed vertrokken, kan gaan uithalen, kan ook gaan voorgeven, maar voorgeven hoeft helemaal niet. Romee Leuchter, nummer 11 van het seizoen en 2-0 voor Ajax. Ja, dit is precies zo'n moment waar zij natuurlijk uitermate goed in is. Uit de rug weglopen van Van Diemen. Echt een heerlijke paas ook van Spitsen hoor. Ze loopt er goed weg. Ja, dan is met die afronding ook helemaal niks mis mee. Oeh, daar gaat het mis en daar komt een enorme kans aan en daar komt ook de goal aan. Uitstekend binnengeschoten door Leuchter. Dan is hij wel echt perfect. Druk wordt gezet door Noordam. Fraai binnengeschoten, dat zeker. Heel veel ruimte voor Ajax nu. Grant staat volgens mij geen buitenspel, dus kan dit verder. Nou, als ze hem afgeeft naar Leuchter, dan is het waarschijnlijk 3-1. En dat gebeurt ook. Uitstekend. Sanders. Buitenspel opgeheven door Olieslagers. Dat is niet goed gestapt door de verdedigster. En daardoor is hier de kans en de goal. Olieslagers mag zien. Leuchter. Uiterste precisie in het hoekje. Ajax op gelijke hoogte. Probeert te profiteren van PSV. Dat even niet meer weten. Uitverdedigen. Ondermaats. Dit is wel echt heel erg zwak. Goed afgemaakt. En dan gaat daar Chastity Grant. Wordt dit dan de eerste van de tweede helft? Jazeker. Het bedankje van Leuchter is logisch. Levels voor de goal. Leuchter voor haar tweede. Je kan niet anders zeggen dan dat de slagbank wordt geleid door Ajax. Ajax wint met de oranje winnen. Dan is daar ook al. Naar deze kans kijken. Het wordt ook meteen een doelpunt. Grant geeft voor. Leuchter maakt af. En zij maakt daar niet.